Heel klein omdenkfeestje van vandaag, wat ik jullie wil meegeven, een soort inzicht nugget. Ik kom net uit de keuken vandaan. Ik had een pan staan in schrobben en er stonden nog een paar kopjes op het aanrecht van vanochtend. En ik was gewoon een beetje aan het schoonmaken, niet heel grondig of zo. En ineens had ik de gedachte, het maakt eigenlijk niet uit hoeveel troep er op dat aanrecht komt. Ik krijg het altijd wel weer schoongemaakt. En ik dacht, dat is het. Ik denk dat ik een jaar geleden zat ik nog diep in de frustratie. Het maakt niet uit hoe vaak ik schoonmaak. Het wordt altijd weer een troep. En ik was zo blij dat ik hem ineens andersom had. Ik denk, het maakt niet uit hoeveel troep er staat. Ik krijg het altijd wel weer opgeruimd. En in mijn zoektocht naar uit de chaos komen, zowel fysiek in mijn huis als financiën, als in mijn hart, als naar allerlei dingen. Oh, vond ik dit zo tof om te ontdekken. Dus die geef ik ook graag vandaag met jullie mee. Gratis en voor niks. Gewoon een klein brokje blijheid voor deze dag. Ja? Dus wees gerust. Je krijgt het wel voor elkaar om die chaos weg te werken. Stap voor stap, kopje voor kopje. En ik dacht... heel even dacht ik... ik ga dit opnieuw opnemen.